Goedendag, ik ben Kees Trouw. Ik ben akkerbouwer in Hellevoetsluis. Hier ligt ruim 2000 ton frietaardappel opgeslagen. Ja, normaal is de bestemming farmfriet in Oude Hoorn. En daar maken ze de friet voor de cafetaria's en voor evenementen waar friet gegeten wordt. Daar vindt de productie plaats. En nu? En nu is alles stil. Sinds maart, 15 maart, is alle horeca en evenementen die zijn allemaal afgelast en dicht. Nou, de consequenties zijn dat ik nog maar af moet wachten of dat deze aardappelen opgehaald worden en verwerkt worden. En zo niet, dan blijf ik met een gigantische schuld zitten. Er is ruim 450.000 euro aan waarde wat hier ligt. Ik raak ze nu echt gewoon aan de straatstenen niet kwijt, zoals dat heet. Aardappelen, die kun je toch maanden bewaren? Ja, ik kan ze in principe tot augustus is het mogelijk om deze aardappelen te bewaren. En dan komt het in de problemen met de nieuwe oogst die er aan zit te komen vanaf half augustus. En dat betekent dus eigenlijk dat er als er 3 maanden geen verwerking is, dat deze aardappelen dus eigenlijk een andere bestemming moeten krijgen. Er wordt gedacht aan de veevoer en er wordt naar de vergisting om er energie van te maken. En er wordt over gepraat om er zetmeel van te maken bij de AVB eventueel. Er zijn wel mogelijkheden, maar er moet ook een vergoeding tegenover komen op een of andere manier. Want ik kan dit niet zomaar, ik kan dit niet leiden zogezegd. Tot augustus is er best wel ruimte om eventueel de boel af te wachten. Maar de grootste probleem is gewoon de onzekerheid dat niemand weet waar die aan toe is en welke kant het op gaat. Dat vreet het meest aan je.